Oké, als je als je miljardair zou worden morgen, wat zou je dan doen? Zou je nog werken of zou je stoppen of wat zou je doen? Is dat Engels studeert dat we allemaal naar mij gingen? Ja. Ja. Precies wel. Dat gaat zo. Dat kop is zo. Ja, sowieso niet gewoon een Unicef steek of zo, maar zelf iets opbouwen. Voor het goede doel. Echt zelf iets opbouwen? Ja, zelf. Ah, iets je wilt echt zelf iets opbouwen? Ja, waar dat je in gelooft. En ik denk dat er veel meer een educatie in de arme landen moet zijn dan... Ja, dan kleren en zo doorgeven. Want daar begint het dan. Het begint met de opleiding. Dus dat ik zou zoiets. En een mooi leven leiden als mijn herder ook. Ik zou niet zelf iets opbouwen, denk ik. Maar ik zou wel een deel van het geld in een goed doel steken. Steek het dan in mijn. Oké, voilà. Ik zou dus mijn geld aan Delphine geven. En Delphine kan dan iets opbouwen. Nee, ik zou dat bijvoorbeeld aan Rode Neuzendag of zo geven, omdat mij dat wel nauw aan het hart ligt. Omdat ook kinderen met psychische problemen of zo zijn. En zelf met mijn angststoornis zou ik dat bijvoorbeeld doen. En voor de rest zou ik mijn Instagram leven wel willen behouden. En leuke foto's maken en leuke opdrachten via Instagram doen. Totally Too zou ik ook heel graag willen houden, maar daar zou ik iemand voor mij laten werken. En voor de rest. Dat groter maken dan ook. Ja, groter maken zeker. Een beetje in investeren dat dan nog groter wordt. En wel ja, dance. Voilà. Dat kun je toch wel fijn. En voor de rest zou ik denk ik naar het buitenland verhuizen. Volledig wegtrekken. Ja. Maar ja, ik ben iemand die niet heel snel mensen mist. Dus ik zou dat wel kunnen. Ja, ik bedoel, mijn familie moet wel 4-5 keer per jaar op bezoek komen of zo, maar... Maar ik denk dat ik dat wel oké zou vinden. Oh, ik weet dat niet. Ik denk dat je eigenlijk wel familie nodig hebt, nee? Ja, ik ben wel, zeker mijn ouders en mijn zus, ik ben wel zo fel daarvoor. Maar oh, wel, toch. Ik zou het leuker vinden bijvoorbeeld als die daar 5 keer in het jaar 2 weken komen dan dat ik die hier elke dag zie. Snap je? Dat is ook fijn van, want dan kun je 2 weken volle bak spenderen met hen. En nu misschien heb je toch druk. Misschien wel. Oh, dat is misschien stom, maar oké. Okay. Zwaar. Mening uit te dansen. Oké. Ik ben trouwens vragen aan het zoeken, random. Nee, eigenlijk is het gewoon deel van een sms, ik geef geen fuck om die. Nee, eigenlijk. Okay, ik zou investeren dat mijn geld blijft. Oh, groeien. In Timo of zo. Ja, bijvoorbeeld in nuttige zaken dat dat blijft. Of in het bedrijf van Delphine. Ah ja, dan. En dan, ik zou zo een deel van de winst of zo altijd schenken aan verschillende goede doelen, denk ik. Ja, nee. Voor 10.000 euro aan dat, 10.000 euro aan dat, 10.000 euro aan dat. Dat is alles waar je er zo een beetje van kan leven. Ja. Ja. Stel je voor, je wordt dat. Ik zou ook wel een boot kopen, denk ik. Ja, en ik zou... Ook al ga ik niet zo graag varen. Zo. Kun je beter huren dan. Zo'n merkkleren zou ik niet kopen. Uiteindelijk maakt dat niet uit. Ik zou investeren in een chique huis en heel veel chique auto's. Ja. Alleen investeren is ik zou ook niet per se grote merkkleren kopen, maar ik zou wel een Chanel tas willen. Sorry, een paar Chanel tassen. En zo een paar dingen van Off-White of zo. Ups, of die Balenciaga. Ja. Allee, dat zou ik wel doen als je toch dat geld hebt. Ja, mooi leven leiden dan, hè? En die kleren zijn wel iets duurder, maar de kwaliteit is ook natuurlijk wel veel beter. En minder kindjes vooraf gezien. Oké, wat is uw. Ja, dat is ook waar eigenlijk. Ja. Wat is uw all-time favorite song? Halo, Beyoncé. Ja. Yeah. Official white Halo. Girl. Ja, man. Oké. Ik had zoiets steviger gehoord. Ja, helaas. Ik dacht wel Beyoncé. Ja, Beyoncé. Voor u. Ja. Ik denk zo. Ja, oké. Okay. Ik weet het niet. Weet jij mijn? Ik heb niet echt zo'n all-time
favorites. Ja, je hebt dat eens één keer gezegd en dat was Mr. Happy. Ja, nee, dat is een goed liedje, maar dat is echt niet mijn all-time favorite. Nee, ik kom, ken uw vrienden, hè. Ja. Ik heb dat niet. Maar die heeft dat niet. Ik heb geen all-time favorites, zo, nee. Allee. Dat moet toch, dat kan niet anders. Wat is uw? Mijn, weet jij mijn? Miss Independent, van Nio. Oh, shit! She got her own thing, that's why I love her. Miss Independent, won't you come and spend it? Hey! Ze kennen het zo, hè? Oké. Okay. Ja, dat is wel mijn favoriet liedje all time. Voelt je al Miss Independent? Keer. Ja, dat ben ik. Oh, shit! Oeh! Dat is niet jullie lievelingsliedje. Nee, dat liedje doet ons altijd aan Delphine denken van op vakantie. Oh. Allee, jij niet? Ik zou misschien zeggen iets van Drake. Oh! Nice work. Kiki, do you love me? Are you riding? Too good met Rihanna, vind ik een goed liedje. Too good, ja. Vind ik een goed liedje, ja. Zeg, je weet het, dat kan ik helemaal van buiten. Ja. Vind ik een goed liedje, ja. I'm too good for you, I'm way too good for me. Hey! Dan de allerlaatste vraag. Stel dat morgen uw huis in brand vliegt en je mocht 3 dingen meenemen. Met een hond? 3 dingen. Met hond? En geen persoon, hè? Nee, geen persoon. Ja, want dan... je moet denken dat de persoon ook zelf... Safe. Jong. Ik moet even nadenken. Oké. Ik zeg... Kiki, dat is mijn knuffel die ik al heb van toen ik heel jong was. Een clown. Ik zou die altijd meenemen. En dan moet Sam mij aanvullen, maar dan neem ik Muffin en Milky mee. Ja, ik kon zeggen, mijn 3 dingen zijn Sheldon, Milky en Muffin. Ah ja, maar wij vullen elkaar aan, want wij geraken allebei buiten, hè. Dus ah ja, oké. Okay. Ik zeg dan, ik neem Milky en Muffin! En dan zeg jij... Ah, ja. Gaat hij dat op die manier zeggen? Ik neem Sheldon wel mee! Oké. Okay. Jullie verdienen alle 2 een Oscar voor deze. En dan mag jij nog 2 dingen meenemen. Ah ja, nog 2 dingen. Pff. Pak dan mijn laptop nog Nee, ik pak mijn laptop al mee. Mijn laptop en... Mijn autosleutels. Maar daar kun je wel. Autosleutel kun je laten bijmaken, hè, Sam? Nee, dat is vies belangrijk, want we moeten dan op dat moment hulp gaan zoeken. Ik zou eerder uw gsm pakken, brandweer bouwen. Brandweer, ja, man. Maar dat kan ook via de laptop. Of je kunt ook bij de buren gaan aanklappen en zeggen: mag ik de brandweer bouwen? Ja, voilà. En als je auto kunt dat is je kunt toch naar de BMW de dag daarna bellen: hé, hey, mijn autosleutel is in de brand. Kunt je een sleutel voor me maken? Wat ja, want dat kan iedereen doen. Bellen, hey, met een auto, pagen ze een sleutel bij. Ja, maar je laat dat zien dat het huis echt afgebrand is. Ja. Maar oké, okay, okay. Hond? Mijn hond? ik denk, Fede. Ik zou... Fede? Is een hond. Dat is absoluut geen hondennaam, maar ik was 7 jaar. Dus Fede, mijn hond. Dat gaat toch? Ik ken veel Febes die geen hond zijn. Ja, dat is wel waar. ik zou een kunstwerk van mijn moeder. Ten ere van mijn mama. En dan zou ik ook nog een beker van mijn broer of zo. Zo. Allemaal ooit van jullie. Dat is kei mooi. Maar ik heb wel nog niet zoiets. Nee. Ik heb nog nooit iets gewonnen. Op deze positieve, mooie... Nog nooit iets gewonnen. Nee. Ik heb geen bekers. Op deze mooie, positieve noot kunnen we dan eindigen. Dat is heel mooi wat Delphine heeft gezegd. Ja, een mooie gedeelte van elkaar. Ja, hopelijk vonden jullie het een leuke video. Dus zeker thumbs up. Hup, papa. En wij zien jullie